Enric Rouig, onderstaatssecretaris van de VS voor Democratie, Mensenrechten en Arbeid, sloot op 8 maart een productief bezoek aan Suriname af. Hij benadrukte het bilaterale engagement voor democratie, mensenrechten en inheemse rechten. Rouig sprak met inheemse gemeenschappen en maatschappelijke organisaties over grondenrechten, transitie, justitie en LGBTQI en belangenbehartiging. Hij besprak het belang hiervan met Surinaamse functionarissen en benadrukte dat sterke democratieën samen effectiever zijn in het beschermen van rechten en het waarborgen van goed bestuur. De ministers Albert Ramdien en Bronte Somaharjo hebben met de UNDP het nationale verkiezingsproces voor 2025 besproken. De UNDP presenteerde plannen voor een vreedzaam en inclusief proces met aandacht voor kwetsbare groepen. De regering benadrukte nauwkeurige voorbereidingen en samenwerking met internationale partners. Veranderingen in het kiesstelsel, zoals één nieuw kiesdistrict en een landelijk evenredigheidsstelsel, vereisen bewustmakingscampagnes. Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt aan finalisering van het kiesbesluit en regelingen voor de verkiezingen. President Chandrika Prasad Santokhi heeft tijdens het seminar Local Content Development for Economic Growth de focus gelegd op het belang van local content voor de toekomst van Suriname, waarbij elk bedrijf geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken wordt beschouwd als local content. Hij pleitte voor een geïntegreerd beleid en samenwerking in de private sector, evenals verbetering van regionale connectiviteit. Minister Reshma Kuldeep Singh en de Amerikaanse ambassadeur Robert Foucher namen ook deel aan het seminar, waarbij voorzitter Orlando Ollenberg van de Suriname Energy Chamber SAC het belang van samenwerking tussen stakeholders onderstreepte voor een effectief local content beleid.